Vind je ook dat India een bron van wijsheid is? Nou, als je naar het land kijkt, dan is het met Parno. Eens. Overal is wijsheid. Ja. Ik bedoel, het werkelijke inzicht van in India noemen ze dit Advaita. En whatever, hoe het heet, doet er helemaal niet toe. Er zijn in alle windstreken altijd lagen wijs die door de waansluiers heen gekeken hebben en die dat in een bepaalde vorm aanbieden. Hoe het heet, maakt me niks uit. Het gaat gewoon in hele simpele taal, daarom gebruik ik zelf de Indiase termen over wakker of in slaap. Nou, het leuke is dat er een hoop mensen zijn die dromen dat ze wakker willen worden. Er zijn er ook een hoop die dromen dat ze wakker zijn. Dat is eigenlijk nog hilarisch. Ja. Maar alles kan in dit droomtheater. Dus dat is ook oké. Okay. Ik vind dat niet erg of zo, maar het is wel grappig. Je kunt eigenlijk niet zelf bepalen wanneer je wakker. Nee, want er is geen zelf. Hè? Ja. Dat is de grap van het hele feestje. Dus als je droomt, als je in slaap bent, dan denk je dat er een zelf is. Een ik of een ziel, of hoe je het wil noemen. Een afgescheiden wezen in ieder geval. En als je wakker bent, dan weet je dat dat niet bestaat. En dat je dus ook nooit zelf iets bepaald hebt. Dat je nooit iemand iets hebt aangedaan. Dat jou nooit iets is aangedaan. Wat er ook allemaal gebeurd is in je leventje, dat valt er allemaal uit. Nou, de meeste slaapwandelaars, zou ik maar zeggen, vinden dat niet leuk. Want die hechten aan wat hun is aangedaan en wat ze anderen hebben aangedaan. Want dat houdt het drama aan de gang en die droom draait op emotie. Dus die frictie die is nodig gewoon om het droomtheater gaande te houden. En dan kun je ook zien, gewoon als je moet nooit iets geloven. Maar als je in je eigen leven kijkt, dan kun je zien hoe dol je bent op je probleem. En dan denk je eindeloos over na. En je doet net alsof je er vanaf wil, maar dat is helemaal niet waar. Je wil gewoon genoegdoening of iets er tegenover zetten. Of dat die ander een ongeluk krijgt. Of, weet je wel? Er vanaf willen betekent dat het uit elkaar valt. En dat er een soort stilte de boel overneemt. Dat het hele issue weg is, maar dat willen we niet. Een rechtszaak, en politie erbij, of een endhoud, of something. You hurt me, I hurt you. Weet je wel, en zo haal je het aan de gang natuurlijk. Hè. So we love our problems en doen net alsof we daarvan af willen. En dat is hartstikke fijn voor de grote groep hulpverleners. Die weten dat ook. Dus je kunt zo 2 jaar... in analyse of whatever. It's not going to work, maar dat weten allebei de partijen. Maar goed, zolang het geld heen en weer gaat, is het goed. Ja, je kunt het doen alsof je iets wil. En ja, die ander kan zijn BMW rijden. Dus dat is al prima geregeld, zou ik zeggen. Is intuïtie dan ook een stuk van het ego? Eigenlijk zoek ik iets van, ik weet dat ik in een droomtheater zit, zoals jij dat noemt. Is dan voor mij de graadmeter eigenlijk van, op het moment dat ik reageer op, ik word boos om iets of whatever. Als ik dat soort dingen minder heb, is dat dan iets van, ik ben op de goede weg gevonden. Nee. Maar oké. Okay. Dat is veel, hè? Intuïtie ben ik wel een fan van. Ja. Want die zegt je dingen gewoon binnen een bepaalde context van sla rechts af of ga links. Geen uitleg daarbij. Het interesseert intuïtie ook niet of het wat voor impact het heeft op je sociale omgeving of gezondheid. Gewoon, het is het juiste binnen een context. Dus daarna luisteren is veel handiger dan naar die ego. Maar als we gaan zeggen van wakkerheid gaan we afmeten aan hoeveel boosheid er is, dan... Dat is best raar. Daar is meer een moralistisch dingetje.
Alexander Smit die zei vroeger van mensen die minder boos willen worden, die kunnen beter christelijke yoga doen. Advaita heeft daar niks mee te maken. Boosheid kan heel adequaat zijn. Dus je kunt niet zeggen dat dat niet goed is, per definitie. Er is niks per definitie niet goed of wel goed. Het hangt af van de totale constellatie. Dus heel veel mensen merken in een bepaalde setting dat er bijvoorbeeld een boosheid opkomt als mensen zich misdragen of zo, maar hun scheiterige ego houdt het tegen. Want ze zijn bang om mes in de nek te krijgen of persoonlijke belangen. De intuïtie zei sla hem op zijn bek. Maar goed, dat is niet spiritueel. Weet je wel, dus dan onderdrukken wij, maar eigenlijk zijn we gewoon scheiters. Iets anders is iemand die, zodra iemand hem een beetje voor de voeten loopt, gelijk kwaad begint te worden. Ja, he's got an anger issue. Sure. Dus het leuke is van kijken, dat is altijd gewoon alleen maar hier. Ik kan niet gaan vergelijken en afmeten. Er is een totale energetische constellatie. Sommige responsen binnen die constellatie zijn adequaat of effectief, zo je wil, andere niet. Maar dat heeft niets met een moraliteit te maken. Dat is het bevrijdende onder andere van wakker zijn, dat die moraliteit eraf valt. Dat die zelfbeoordeling en zelfverbeteringsterreur weggaat. Het systeem functioneert zoals het functioneert. En zonder die bandbreedte van beoordeling, verbetering, moraal, is het ding veel effectiever. En dan gaat het meer, zeg maar, een respons geven in plaats van een reactie. Een reactie komt van reactionair. Dat zijn we geconditioneerde reflexen. Dat is allemaal aangeleerd spul. Nou, als dat eruit valt, dan gaat het systeem een respons geven. Dat is iets heel anders. Dat is veel spontaner en er zit weinig overweging bij. Met alle grappige en plezierige risico's van dien. Want je weet nooit wat je gaat doen of zeggen. Terwijl daarvoor zat je dat de hele tijd in de gaten te houden. En eigenlijk wil ik dit zeggen, maar dat is ongepast. Want anders houden ze niet meer van mij. Wat er de laatste tijd bij mij aan de hand is, na een heldere periode, ik kan jullie weer even mee hebben. Maar op een gegeven moment begint hij weer van, ga maar voor de trein. En ik begrijp die hele context niet. Is dat omdat hij ziet dat hij aan het verliezen is, of waar gaat dat over? Control. 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 Dat is de ultimate machtsgreep. Als die het gevoel heeft, die ego-character, dat er niks meer staat en voor en achteruit werkt niet meer, dan kan ik nog één ding beslissen. Control. Het hele ego-ding draait eigenlijk om control. Mm-hmm. En uiteraard is de wortel daarvan angst. En de diepste angst is erachter komen dat je niet bestaat, dat je hele leven gewoon fluffy stuff is. And you dreamed it all up. Dat is niet leuk. We willen gezien worden en bevestiging. Waarom denk je dat dat is ten diepste? Omdat we donders goed weten dat het leeg is. Dus je moet het blijven bevestigen, want dan lijkt het nog wel. Als ik 100% zeker wist dat ik echt besta, waarom zou ik dan de hele tijd bevestiging nodig hebben? It doesn't make sense. Ik weet heel goed dat dit een illusie is. Dat het allemaal bij elkaar geraapte random zooi is. Die net alsof, weet je wel, persoon, persona, masker. Het is een masker om het niet. Ja, soms dringt dat tot ons door, ik ben niets. Maar we maken dan meteen die psychologische, je bent niets waard van. Weet je wel. En dan gaan we, nee, jij misschien niet. Maar ik bedoel, bijna iedereen draait daarop. En dan moeten we dingen gaan doen om te bewijzen dat we wel oké zijn. Als ik echt zou weten dat ik 100% zeker bestond en dat dat gewoon is, no problem. Dan zou ik helderheid hebben in de zin van, nou, die mogen mij wel, die mogen mij niet en die kennen mij niet. All is well.
Maar ik twijfel zelf of ik wel besta. Dus ga ik het de hele tijd zoeken van bevestig mij, hou van mij, mama, kijk, zonder handjes. Look at me, look at me, look at me. En dat is prima als je zes bent, hè? Zoals ik altijd roep. Maar zo als je de 20 voorbij bent, zeker de 30, dan wordt het een beetje gênant. Het is wel de continue stroom waar vanaf je in je geboorte in zit, tenminste, als ik naar mezelf kijk, is dat de continue stroom. Even een kleine correctie, van je geboorte weet je niks. Nee, oké. Okay. Maar laten we zeggen, vanaf mijn derde jaar tot de rustwet. Juist, you're talking. Ja, oké. Okay. En dan ben ik continu bezig, tot aan mijn 55ste, denk ik, 58ste, bezig om continu de wereld tevreden te houden en mensen te pleasen. Ja, werkt het? Als het werkte, zat ik hier niet. Voilà. Als er een beetje helderheid optreedt, dan lijkt het mij altijd, maar ik ben vrij simpel, dat als iemand werkelijk ziet dat de strategieën die tot nog toe zijn benut niet werken, dan is het meest logische daarmee op te houden. Niet ze te gaan veranderen over andere strategieën, want het is van hetzelfde laken een pak, maar gewoon stop. En gewoon eens te gaan kijken, wat zou er nou gebeuren als ik niet meer please? Wat iets anders is dan lomp gaan lopen zijn, want dat is gewoon de andere kant op bewegen. Niet pleasen betekent dus gewoon geen ja zeggen als je nee voelt. Het is gewoon stoppen met leren. Dat is ook niet iedereen de waarheid gaan zeggen, want anders gaan we onze emotionele mentale garbage over anderen uitstorten onder het mom van de waarheid. Nee, shut the fuck up en wees gewoon echt. En als je nee voelt, hey, ga je mee? En je voelt nee, dan zeg je gewoon nee en dan kijk je wat er gebeurt. Dan wordt het interessant. Ik heb wel ervaring wat er dan met mij gebeurt. Dan heb ik nee gezegd en dan begin ik te twijfelen. Tuurlijk. En het begint van alles en die andere partij waar ik nee tegen zeg begint ook nog een keer te trekken. En die zegt dan, nou, doe eens een keer, weet je wel zeker dat je nee zegt, ga nou mee. En dan kom ik hoe langer hoe meer in die twijfel terecht. Yes. En uiteindelijk ga ik dan wel mee met die beweging. Maar dan ben ik eigenlijk niet vrolijk. Dan ben ik eigenlijk... Dan kan ik vrij, wat jij zegt, lomp worden. Of... Ja, maar dat komt dus allemaal vanwege dat voorbij loopt aan het eerste momentje. Nee is nee en ja is ja. Okay. En als ze, hoe harder ze aan je gaan trekken, hoe meer je moet eigenlijk zoiets hebben van, joh, rot eens op. Oké. Heb je zin om mee te gaan? Nee. Of, ik weet het niet. Is ook leuk. Laten we even kijken. En dan gaan ze zeuren en dan is het heel simpel, van als je nou nog één keer zeurt, dan wordt het sowieso nee. Dan houden mensen ook op met je te manipuleren namelijk. Wat heel rustgevend is en voor hun ook een stuk prettiger. Uiteindelijk. En dan ga je vrij snel zien wie je echte vrienden zijn, want die laten je namelijk gewoon zijn wie je bent. En wie de zogenaamde vrienden zijn, die lopen je de hele tijd te manipuleren namelijk. Nou, dan, iedereen mag manipuleren wat hij wil, alleen die komen niet bij mij op de koffie, zeg maar. Ik heb daar geen zin in, ook het omgekeerde niet. En dan kunnen we dus zien, als we hier naar kijken, van we zeggen nee, en dan krijg je dat getouwtrek, innerlijk en uiterlijk, dan komen we erachter waarom we dat deden. Omdat we die ongemakkelijke gevoelens niet willen. Het heeft geen donder met die anderen te maken. Ik wil mij niet ongemakkelijk voelen. En om mij niet ongemakkelijk te willen voelen, ga ik me aanpassen, conformeren, oneerlijk zijn, basically. Wat heel veel stress genereert, zodat ik me toch weer ongemakkelijk voel. So, again, it doesn't work. Nou, dan voel ik me liever ongemakkelijk bij het nee. Tegen iemand die misschien het heel leuk vindt als ik aan iets meedoe, wat gewoon mag, en dat mag hij leuk vinden. Maar als het voor mij niet past, dan is het nee. En dan zie ik heus wel dat die ander even een beetje teleurgesteld is. Maar hey, you'll get over it. Dat is oké. Okay. Ik mag daarbij voelen wat ik voel. Ik doe het niet om die ander teleur te stellen, maar omdat het niet past. En als ik ja zou zeggen, zou het een leugen zijn.
En waarom, als ik het simpel maak, zou ik liggen tegen degene van wie ik zeg te houden? Dat vind ik een beetje raar. Waarmee ik niet suggereer dat ik nooit lig. I'm not a saint. Maar het heeft liggen en liefde heeft altijd iets vreemds. Ik hou zo van je, dus. I lie to your face. Ik zeg, je moet dan wel doen wat ik zeg. Ja, bijvoorbeeld. Als je van me houdt, dan... Weet je wel? Ja, blackmail.